Binnenkort kunnen de stadjers zich uitspreken over de toekomst van de oostwand van de Grote Markt. Dat dit kan, komt doordat morgen precies een jaar geleden de panden die daar stonden in vlammen opgingen bij de bevrijding van de stad. En dat wat er voor in de plaats is gekomen nu niet meer voldoet. En vandaag in BNO Stad aandacht voor het bekendste van de panden die daar stonden, het in de oorlog beruchte Scholtenhuis. Het Scholtenhuis is genoemd naar de familie Scholten. Vader Willem Albert en zoon Jan Evert Scholten verdienden een fortuin met hun aardappelmeel en andere fabrieken en werden zo de eerste multinationals van Groningen. Passend bij hun status lieten zij een groot pand bouwen aan de oostzijde van de Grote Markt. Ja, hier was zo'n beetje de gevel van het Scholtenhuis. Met, nou, we zien hier de voordeur, het trapje en de voordeur. Dus die kiosk die staat op de plek waar het Scholtenhuis stond. En natuurlijk het pand van Vindicat Mutua Fides. Dat was in 1952-54 het eerste pand wat hier aan de oostwand nieuw werd gebouwd. Ik ga even terug naar het begin van het Scholtenhuis en daarom ben ik hier op de Groningen Archieven. Nou, dan blijkt dat er op de plek van het Scholtenhuis aanvankelijk 3 monumentale panden staan. Hier afgebeeld op een bekende prent uit de Franse tijd. W.A. Scholten vraagt dan ze te mogen afbreken. En in 1878 dient hij een bouwaanvraag in voor een dubbele woning, groot 20 bij 40 meter. De bouw die duurt tot de zomer van 1880. En dan vind ik hier iets interessants. Hij heeft dan voor zijn huis een loods staan op de Grote Markt. En dan wil de gemeente dat die loods wordt opgeruimd vanwege het in exploitatie brengen van de tram. Er wordt een paardentram aangelegd en die komt precies daar aan de oostzijde van de Grote Markt te liggen. Het komt allemaal goed. De loods kan weg, want het Scholtenhuis is klaar. Nou, en het ziet er dan ongeveer zo uit. Dit is een plattegrond die in dat dossier ziet. En dan is duidelijk, dit is de plattegrond van de begane grond, dat er middendoor een muur loopt, want het is een dubbel huis met een linker en rechter gedeelte. Willem Albert Scholten woonde met zijn vrouw in het linkerdeel van het huis. Het rechterdeel was voor hun zoon Jan Evert en zijn gezin. Na diens dood in 1918 bleef zijn weduwe er met enkele kinderen wonen. In juni 1940 werden zij en haar zoon Johan Bernhard door de Duitsers uit het huis gezet. Het Scholtenhuis werd in de oorlog berucht. Het werd namelijk een van de 6 außendienststellers van de Duitsers in Nederland. En dat hield in dat het een hoofdkwartier was voor de Sicherheitspolizei en de Sicherheitsdienst.
onder de Sicherheitspolizei, daar viel de Gestapo, de beruchte Gestapo. En ik heb hier een plattegrond, die is hier op het archief. En die, die geeft de situatie aan in de oorlogstijd, hoe het Scholtenhuis gebruikt werd. Welke mensen daar kamers hadden. Bijvoorbeeld hier op de eerste verdieping, aan de voorkant, de kamer van Haase. Haase, dat was deze persoon. Georg Bernhard Haase. Die was eigenlijk het hoofd van de Außendienststelle van het Scholtenhuis. Maar het allerberuchtst werd Robert Leenhof. En Robert Leenhof, daarvan is de pas bewaard gebleven. Die Robert Leenhof was de leider van een van de twee Gestapo-afdelingen. En die Leenhof die werd verantwoordelijk geacht voor de meeste gruweldaden die in het Scholtenhuis hebben plaatsgevonden. Dat gebeurde meestal op de zolder, de tweede verdieping, de zogeheten Scholtenzolder. Nou, dat staat daar ook. Gevangen, mannen, gevangen, vrouwen. 29 juni 1940. Seyss-Inquart komt naar Groningen. Hoog bezoek om de nieuwe verhoudingen te onderstrepen. Dit is eigenlijk het enige filmpje wat uit de oorlogstijd bestaat van het Scholtenhuis. Aan de Grote Markt, naar het hoofdkwartier van onder andere de Duitse Sicherheitsdienst, de later zo gevreesde SD. Wir sind angetreten om das höchste und teuerste zu verteidigen, unser deutsches Volk und die Zukunft unserer Kinder. Kameraden, darum musste jeder deutsche Mann zum Soldaten werden. Op 15 april 1945 komt er een einde aan al die ellende. Dan vallen de Canadezen aan op de Grote Markt. Om 22:00 s'avonds wordt ook het Scholtenhuis onder vuur genomen. Uit het huis klinken twee enorme explosies. De in het pand aanwezige munitie vliegt in de lucht. Een aantal beulen van het Scholtenhuis weten te ontkomen. Via de achterkant. Ze vluchten naar Schiermonnikoog. Maar daar worden ze later gearresteerd, Leenhof onder andere. De volgende dag is Groningen bevrijd, 16 april. Van de oostzijde resten slechts. De hele Oostwand was veranderd in één grote ruïne. En ik heb hier een dossier van de gemeentewerken waarin staat hoe het verder liep. Verantwoordelijk voor het puinruimen, dat was de directeur gemeentewerken Schut. Nou, er werd direct een begin meegemaakt, maar dan blijkt uit dit dossier dat er een ernstig conflict ontstond tussen Schut en de provinciale hoofd van de monumentenzorg, Wittop Koning. Wittop Koning ging alle ruïnes, alle gevels stutten en Schut wilde ze zo snel mogelijk tegen de vlakte hebben. Maar uiteindelijk trekt Schut aan het langste eind. Alles wordt gesloopt, ook al is het beste te restaureren. Dat gebeurt dus ook met het Scholtenhuis. Want Schut heeft ondertussen Grand Prémolière als deskundige aangetrokken voor het maken van een wederopbouwplan. En dat komt er. Weliswaar verschillende keren bijgesteld, maar uiteindelijk in 1949 door de gemeenteraad aangenomen. Een plan waarbij aan de oostzijde
achter de gevelwand een groot cultuurcentrum komt. De invulling van de oostwand zelf is dan op dat moment nog niet precies bepaald. Voor de invulling van de plek waar het Scholtenhuis had gestaan, kwam het gemeentebestuur uit bij Vindicat. Vindicat zat tot de bevrijding hier aan de noordkant van de Grote Markt. Dat kun je nog zien, want hier in het pand van V&D zit een steentje dat eraan herinnert. 1883-1945. Vindicat wilde hier terugkeren. In februari 1951 hadden ze een soort bouwplan klaar. Maar toen kwamen de winkeliers hier in verzet. De winkeliers wilden hier liever een V&D hebben. Het gemeentebestuur had wel een oplossing. Het bood Vindicat een plek aan de oostzijde. Ik heb hier een prentbriefkaart van de vooroorlogse situatie. Met in het midden pontificaal het Scholtenhuis. Nou, en als je dan dat vergelijkt met nu, dan zie je dat Mutua Fides, de studentensociëteit, breder is nog dan het Scholtenhuis. Ook het pand ernaast is opgegaan in het pand. Nou, de studenten gingen akkoord met die plek in maart 1951 op voorwaarde dat ze zo'n brede gevel kregen. Want het pand kon namelijk niet zo diep worden, omdat achter Mutua Fides het nieuwe cultuurcentrum zou komen. Ik ben hier achter Mutua Fides en hier is te zien dat het nu veel dieper is dan aanvankelijk. Dit hele stuk is erbij gekomen in de jaren 70. Toen was namelijk inmiddels bepaald dat hier geen cultuurcentrum zou komen. De Oosterpoort die werd gebouwd en toen mocht Vindicat uitbreiden. Samen met de bank die ernaast zit, werd dit hier neergezet. Het staat ook op het steentje. 1976 door commissaris de koningin Toxopeus is die steen gelegd. De onderste verdiepingen waren van de bank, de bovenste van Vindicat. Nou, nu is het helemaal van Vindicat. Er zijn nauwelijks meer herinneringen aan het Scholtenhuis, maar hier in de nabepassage is een steen die eraan herinnert. Het Scholtenhuis, ja, verkeerd gespeld, want eigenlijk hoort die S er niet in. Scholtenhuis 1940-1945. Hier stond het huis van het nazisme, van Hakenkruis en van SS. Hier gaven zij Germaanse les in gruwelijk sadisme. Hier hebben zij die voor de vrijheid streden onmenselijk geleden. Nou, het huis stond dus niet hier, maar daar, maar goed. En dan is er hier nog een plaatje dat herinnert aan het Scholtenhuis. Plaatje wat de naam van de passage verklaart. Kasper Naber. 11 november 1944. Hij wilde niet doorslaan. Werd gemarteld in het Scholtenhuis. En omdat hij niet wilde doorslaan, sprong hij uit het raam en vond daarbij de dood. Toen in de jaren 70 de nabepassage werd gebouwd, werd hij genoemd naar deze verzetsman. Nou, en dan is er nog één ding meer wat aan het Scholtenhuis herinnert. Hier aan de zuidzijde van het Martinikerkhof staat het enige wat eigenlijk is overgebleven van het Scholtenhuis. Het oude koetshuis van de familie Scholten. Je kunt het ook zien aan de S boven de deur. Nou, en wat er ook gebeurt na het referendum, dit pand blijft in elk geval staan.